Heel goedemorgen, welkom bij deze markets update van BNP Paribas. De lijst met Amerikaanse bedrijven die zich, al dan niet tijdelijk, terugtrekken uit Rusland, wordt steeds groter. Na McDonald's laten ook Starbucks, Coca-Cola en Pepsi weten de activiteiten in Rusland te onderbreken. De VS kondigde verder een ban af op de import van Russische olie. Als reactie liet Vladimir Poetin weten bepaalde grondstoffen van een exportverbod te voorzien, welke werd niet gespecificeerd. In een heftige handel leverde de Indische zwart terrein in waar de Dow Jones eerder nog even op plus 600 punten stond. Apple presenteerde een aantal nieuwe modellen voor onder andere de iPad, uh, de iMac en een nieuwe iPhone SE. De Chinese inflatiecijfers over februari komen in lijn der verwachting uit op plus 0,9% op jaarbasis en dat met dank aan lagere voedselprijzen. Op maandbasis bedroeg de stijging ten opzichte van januari 0,6%. De producentenprijzen stegen echter in een jaar met bijna 9%. De Chinese markten gaven ruim een procent prijs. De Nikkei sloot licht lager en de Kospi-index bleef gesloten in verband met de verkiezingen. De futures in Amsterdam duiden ondertussen op een iets hogere opening. En Basic Fit werd hard geraakt door de onverwachte sluiting in het vierde kwartaal. De operationele cijfers lagen iets onder de verwachting, maar het nettoverlies van 150 miljoen viel juist weer mee. Belangrijk is de positieve outlook. De leden stromen in het eerste kwartaal van 2022 weer massaal toe. En men herhaalde dan ook de reeds eerder afgegeven outlook voor de komende jaren. En Adidas zag over een omzet van 21,2 miljard voor 2021 en netto winst van 1,5 miljard. Het sportkledingmerk had last van hogere grondstofprijzen, de verstoorde aanvoerroutes uit Azië en had te maken met een sterk negatief sentiment in China. Deutsche Post zag de nette winst ook uitkomen op 1,5 miljard, maar dat was over Q4. En het postbedrijf had daar een omzet van 23,4 miljard voor nodig. Op de agenda vandaag Jolt's vacaturecijfers en olievoorraden VS. Verder, Deutsche Bank zet het koersdoel op Just Eat Takeaway omlaag van 92 naar 60. Advies blijft kopen. Berenberg zet ING op kopen, koersdoel 14,5. Cruis Suisse zet ING op kopen, koersdoel 13,5. En Barclays zet ING op verkopen, maar wel nog met een koersdoel van 10,90 euro. JP Morgan zet Proces op kopen, koersdoel 87. En Shell krijgt nog een koopadvies van Barclays. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.